Welkom, u kijkt naar de straten van Amsterdam. We staan op de Wallen op de Ouderzijds Voorburgwal. Naast mij is Minne Dijkstra. Minne, wat is je allermooiste Amsterdamse woord? Ik zelf gebruik wel mispogen. Mazzel en brogen voor de mispogen. Oké, ik ga je zo... En dat betekent over familie. Maar het mooiste woord is drijfzijsie. Drijfzijsie. Ik ga je zo vragen wat dat betekent. Want het is de week van de alfabetisering. Dat betekent dat ook AT5 heel veel aandacht besteedt aan laaggeletterdheid. Want zo'n 16% van de Amsterdammers spreekt of schrijft slecht, leest en schrijft slecht Nederlands. En ja, dat is best nog wel een hoog getal. In sommige wijken is het zelfs 40%. Dus daarom vandaag even met jou het mooiste Amsterdamse woord bespreken. En mocht u zeggen, nee, dat is helemaal geen mooi Amsterdamse woord. En een betere hebben, mail dan naar mooistewoord@at5.nl. En dan nu drijfzijsie. Ik neem drijfzijsie. Waarom? Dat is een eend. Een eend? Nou, een eend. Nou, dan in de eerste plaats, Amsterdammers kennen hun vogeltjes dus niet. Die noemen een eend een sijsie. Sijsie. En dan zit hij op het water. En hoe moet je dat nou beschrijven? Nou, hij drijft. Dus een drijfzijsje is een eend. Maar wat is een sijsje dan? Een sijs? Een klein vogeltje. Een klein zangvogeltje, zo groot als een mus. Okay. Dat is een sijs. Okay. En in de Jordaan hadden ze allemaal sijsjes. En voor andere vogeltjes hun koortjes. Dat kenden ze. Okay. En dus als zo'n zwaan, zoals die achter ons in de gracht zwemt hier. Ja. Dat is een groot drijfzijsje. Een groot drijfzijsje. Hij is nog wit ook. Hij is nog wit ook, inderdaad. Nou, zullen we dan maar naar onze straat gaan waar we vandaag aandacht aan gaan besteden. Dat is namelijk de Koestraat. Dat is ook een mooie naam. Koestraat, waar komt die naam vandaan, Minne? Er was hier een klooster. Er waren hier veel kloosters, moet ik zeggen. In de buurt hier waren er zeker 11. Ja. En die kloosters die moesten ook inkomsten verzorgen. En het klooster dat hier lag, Bethanië-klooster, die mestte koeien, ossen, vet. En waar lag dan het klooster? Het klooster lag links van mij tot aan de Barendersteeg. Ja. Rechts van mij tot aan de Hoogstraat. Okay, dus het is een heel groot terrein. En daar hadden ze het ook ossen of koeien. Mm-hmm. Die ze verkochten. En dat waren de inkomsten. Ja. En op een bepaald moment hebben ze hier een straatje gerooid. Over het terrein van het Bethanië-klooster. En hier lag de stal van voor de koeien. In, dus de Koestraat. En waarom had het klooster koeien? Als inkomstenbron. Ja. Kloosters moesten op een bepaald moment ook inkomsten hebben. Ja. En dat deden ze soms door bijvoorbeeld bier te brouwen. Ja. Dat grote ergernis van de stad, want die hadden, hoefden geen accijnzen te betalen. Oh. Maar ze konden ook koeien vetmesten, ossen vetmesten. Ja. Hier vlak buiten, bij de Raamgracht bijvoorbeeld. Ja. Daar is een heel groot stuk land van een van de kloosters. Ja. Waar ze weer koeien ophielden. Konden ze verkopen, kregen ze inkomsten van, konden ze van leven. En wat voor vrouwen zaten er in dat klooster? Nou, dit was het Maria Magdalena van Bethanië klooster. Maria Magdalena was een gevallen vrouw. Die later het weer goed ging doen. Ja. En dit klooster, uit 1450 ongeveer, laat klooster. Ja. Dat was vooral bedoeld voor vrouwen die gevallen waren en die opgevangen werden. Ah, later werd het een rijke juffrouwenklooster. Oh. Maar toen in die tijd dat het klooster hier werd gesticht, was er toen ook al prostitutie hier op de Wallen? De Wallen waren van 1380. Ik denk dat er geen openbare prostitutie was. Dat was in handen van de schout. Die zaten bijvoorbeeld ergens in de Pijlsteeg. Ja. De prostitutie, moet je denken, dat die veel later zou komen toen Amsterdam geen opbloeiershandelstad. Ah. Maar dat was niet het geval in 1350. Oké. We zijn dus in de Koestraat en hier, het is een klein, smal, eigenlijk bijna een veredelde steeg. Ja, maar voor de middeleeuwen een brede straat. Precies. En er hebben hele grote beroemdheden gewoond. Bijvoorbeeld hier woonde en werkte Jan van der Heijden. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja, van de blusboot. Precies. Van de blusboot. Maar het was een geniale man. Hij had hier zijn fabriek, hierachter. Ja? En dat was een brandspuitenfabriek. En je mag zeggen dat Amsterdam de eerste stad ter wereld was waar een georganiseerde brandweer was. Ja. Met pompen. Dus met mankracht spoot ze omhoog. Van der Heijden heeft een reclameboek voor zichzelf gemaakt waar je al die afbeeldingen ziet van mensen met brandspuiten. Maar nog genialer vind ik eigenlijk was dat hij voor het eerst in de wereld een stadsverlichtingssysteem heeft opgesteld. Tot in de puntjes, tot in hoeveel olie er elke dag in moest. Mm-hmm. Amsterdam was de eerste stad met stadsverlichting. Ja. We hebben een mooie foto uit het stadsarchief van de brandspuit. En hij was inderdaad dan ook de directeur van de openbare verlichting. Hij was directeur van de openbare verlichting. Hij ging over het openbare verlichting. Precies, ja. En hij had hier dus, niet in dit gebouw, want het is een nieuw gebouw, maar eigenlijk in het gebouw hiernaast, in de oude kapel van het Bethaniënklooster, mm-hmm.
De kapel werd later ingericht als werkplaats voor hem. En de fabriek, hierachter heeft nog een fabriek gestaan tot een 70 jaar geleden. Jeetje. Ja, Jan van der Heijden was natuurlijk ook schilder. Hij was niet alleen maar... Hij was ook schilder, dus je kunt zeggen gewoon een geniale man. Hij was inderdaad... En er woont naast Jan van der Heijden in deze straat. Het kan je de huizen nog zien, nog meer beroemdheden. Nou, dan zullen we daar naartoe lopen. Ja. En er wordt gevoetbald in de straat. Jongeman, mogen jullie wat vragen? Hallo, welkom in de uitzending. Hoe heet jij? Russel. Russel, wat een mooie naam. Russel, kun je hier eigenlijk wel voetballen? Ja. Ja? Ja. Worden de buren niet boos? Nou, soms. Ja. En wat zeg jij dan? Dan ga ik ergens anders voetballen. Gewoon. Maar waar dan? Waar kun je hier voetballen? Daar of bij de speeltuin of bij het schoolpleintje. Maar vind je het niet jammer dat je niet gewoon iets echt voor de deur hebt? Nee, maar ik woon daar, dus ik kan daar ook gewoon voetballen. Ja? Ja. Wat vind je van deze straat? Heel mooi, een leuke straat. Ja, waarom? Nou, heel veel vrienden wonen dichtbij en heel veel ijswinkels. Oh, ja, dat begrijp ik wel. Ja. Wat is je favoriete smaak? Citroen. Citroen? Waarom? Ja, ik neem hem al van kleins af aan. Lekker fris. Ja. Wat vind jij het mooiste woord eigenlijk? Voetbal. Ha, voetbal. Ja, ik ga niet vragen waarom, dat snap ik wel. Ga je nog iets leuks doen vanmiddag? Voetballen, prima. Oké, trainen. Dus waar train je dan? Je hoeft geen plek, maar zit je bij een grote club? Nee, gewoon bij Zwift. Oké. Okay. Bij de D3. Ja. Okay, nou, dankjewel voor je tijd even. Laat je kunsten maar even zien. Super, hartstikke goed. Minne? Links vallen ons drie woonhuizen. Die zijn later gebouwd op de plaats van de school en het schoolmeestershuis. Ja. Met prachtige deurkalven. Ja. Dus op afbeeldingen boven de deur. Links op nummer 7 met het boek Het Geloof. Ja. En dan rechts ervan op nummer 9 een vrouw met kind De Liefde. Ja. En nog een eindje verder waar ook Alexander Pola heeft gewoond. Ja. Vroeger van Vars Majeur. Daar is De Hoop. Ah, kijk. Ja, dat zei je al. Alexander Pola, die kennen we natuurlijk ook van Zeg eens A, toch? Ja. Ja, ja. We gaan hier naar boven. Terwijl Joachim... Dan kunnen we hier naar de overkant even kijken. Ja, doen we zo. We gaan eerst maar naar Mirjam, want anders zit zij op ons te wachten. Zo. En dan heeft Edwin vast prachtige foto's voor ons, terwijl wij de smalle trappen gaan bestijgen. Even kijken, ik moet nog één hoog, hè, Mirjam? Hoi. Ah, daar ben je. Wat een klim weer. Ja. Ik dacht dat ik eraan gewend raakte. Hi. Ja, welkom. Een conditie, hoor, met die trappen. Ja. Hoe gaat het? Prima. Dus jij woont in De Liefde? Ik woon in De Liefde, ja. Met nog met z'n 4 etages zitten hierin. 4 appartementen. Ja. En dus we wonen hier met, even kijken, per etage 2 mensen. Dus met z'n 8 op 1 trap achter de deur De Liefde. En hoe gaat dat? Liefdevol? Heel liefdevol, ja. Ja. We hebben hele leuke buren en... Nou ja, dit is gewoon ook een heel straatje. Omdat we zo dicht op elkaar wonen, moet je wel een beetje goed met elkaar om proberen te gaan. Hoe is het met jouw liefdesleven? Ja, we zitten in het slop, hoor. Echt? Dat kan niet in zo'n huis. Ja, helaas. Nee, ik vind het. Ik kan het heel goed met mezelf vinden. Dat is misschien het allerbelangrijkste. Ja, en dan komt er misschien nog wel eens een keer iemand langs. Ja. Of niet? Minne, wat ben je aan het doen? Ja, ik kijk even naar een prachtige uitgave over de Betaniënbuurt. Daar zitten we middenin. Hoe het geweest is, een enorme puinhoop geweest. Ja. In de 60er jaren noemden ze het vieste straatje van Amsterdam. Dit straatje, het Het allervieste straatje van Amsterdam. En het was de bedoeling om de hele zaak hier plat te gooien. Ja. En opnieuw in te richten tot een wijk met veel groen, maar niks met de binnenstad te maken hebben. Okay. Hier vind je een plaatje. Dit was de oude wijk. En met al deze grote binnenplaatsen... was het plan een nieuwe wijk te maken. Ah, oké. Okay. Afgekitst in 1968. Gelukkig. De jaren van de omslag van Amsterdam tot een vierbaans wegstad naar een herbouw van de stad. Ja. Betaniëbuurt, prachtig voorbeeld van herstel van de stad. Ja. Mirjam, hoe is het om hier te wonen? Ja, heel gezellig. Ja. Dat zei ik dus al. Het is een leuke buurt. Het is een heel stil straatje in een
gebied met heel veel reuring. Mm-hmm. En dat vind ik juist het leuke eraan op het moment dat ik eventjes een pilsje wil drinken op een terras of een ijsje eten. Ik hoorde Russel net achter. Ja, onze Tovani, dat is echt... Ik zie hier iets, terwijl we misschien naar het platje kunnen lopen. Ja? Ja, lieve mensen, let op deze man, want daar gaan we zo, daar gaan we zo heen. Ja, dat is een van de beroemdheden uit Precies, de straat. Precies, een nieuwe beroemdheid. Ga maar voor, Mirjam, want ik ken natuurlijk... Oh, je wilt het platje zien, ja? Ja. Want dan kunnen we ook het klooster nog zien, hè? Of de overblijfselen. Ja? Moeten we via daar? Ja. Oh, wat een geheime, wat leuk. Gewoon binnendoor. Oh, prima. Ik dacht, we moeten daar buitenom. Het is een beetje rommel. Ach, als je dit rommel noemt, dan wil je mijn huis niet zien. Ja, hier is ons illegale platje. Misschien is het niet zo heel verstandig om dit dan zo... Nou, de huisbaas weet ervan en de stichting Diogenes. En die zegt dat we op eigen risico op dit platje mogen. Maar mijn buurvrouw en ik hebben samen dus het dak begaanbaar gemaakt. Ja? En een stretchbedje neergezet. Ja? En wat plantjes, zodat we toch nog een beetje contact met de natuur hebben. En dat is eigenlijk wel heel fijn. Maar wat zien we daar? Ja, dat zwarte dak daarachter, dat is dus een deel van het Bethanië-klooster. Ja. En daar is nog een rood dak. Dat hoort er ook nog bij. Ja. En dan hier dat tuitgeveltje wat je hiervoor ziet, dat staat los op het binnenplaatsje. Ja. En dat is het voormalige kruidenpakhuis van Jacob Hooy, de drogisterij aan de Nieuwmarkt. Ja, wat superleuk. Er zit nu een restaurant in, Blauw aan de Wal. Ja. En sommige mensen kennen nog Cul de Sac. Er was vroeger een café, ontzettend leuk ook. Dus, En Stichting Diogenes, dat ken jij ook, Minne, natuurlijk. Wat is dat heel kort eventjes? Dat is een stichting die woon- en werkruimte voor kunstenaars verschaft. Ja. En dat is gesticht door Geurt Brinkgreven. Ja. En die... was erg begaan met de oude binnenstad en dat er zoveel gesloopt werd in die tijd. Ja. En zij kochten dus panden op voor een prikje, restaureerden dat heel bazaal. Mm-hmm. Waardoor dus kunstenaars daar konden wonen en werken. En wat maak jij dan? Ben jij dan ook kunstenaar? Ja. Wat maak ik ben grafisch vormgever en ik ontwerp tentoonstellingen. Maar ik heb mijn studio op de Herengracht, hier is daar niet zoveel van te zien. We gaan zo ook nog naar een andere grafisch ontwerper in de straat. Het, is, het blijft een straat met... Er zitten veel Diogenespanden, dus vandaar ook allemaal creatieve mensen. Ja. Ga je mee naar beneden, want we gaan weer door. Wat is jouw mooiste Amsterdamse woord? Oh god. Piketanissie. Piketanissie? Echt een Amsterdamse woord. En waarom? Ik hoor de drijfzijsie al voorbij komen. Dan denk ik, piketanissie is echt een Amsterdamse woord. Ja, ja. Of is het Joods eigenlijk? Ja, nou, het is wel Amsterdams, denk ik. Ja, het is in ieder geval een lekker borreltje, toch? Ja. Een neutje. Een neutje, inderdaad. Ja, klopt ook. En als je de Koestraat een cijfer moet geven? Een 8. Want? Naar de ontzettende leuke buurt, maar we hebben toch ook wel veel last van toeristen die de rust gebruiken om zich even lekker te ontlasten. En dat vinden we iets minder. En ontlasten van wat? Noem alles maar. Poepen, piesen, braken. Echt? Hier in dit straatje? Ja. We hebben daar beneden dus een trapje naar de berging. En we hebben sinds kort zogenaamde verdrijvingslampen aangesloten. Dat scheelt. Ja. Maar iedere dag konden we daar tot kniehoog door de zeik, hoor. Alles erg. Ja. Nou, Marjan, dankjewel dat we er mochten zijn. En dat we even in je huis mochten kijken. En even wat geschiedenis opsnuiven van het klooster. Daar moeten we binnenkort maar eens een keer heen. Echt, hè, naar het klooster. Ja. Ik zal even het lampje aandoen. Ja. Dankjewel, Marjan. Ja. Doeg. Zo, Minne, we moeten maar eens naar het klooster, hè? Want het doet nu dienst als concertzaal. Met het jongetje. Hondje? Ja, als we naar het hondje gaan. Ja, met dat jongetje. Dat jongetje. Ah. Nou, we zijn er, hoor. Ja. Wat neem
kijken. Zullen we doorgaan of moeten we hier... Nee, we blijven even hier inderdaad staan, want ik ben ook wel benieuwd naar die... Oh ja, kijk, dit is het lampje. Oh ja, dit ziet er best wel smerig uit, ja. Hier, ja, god, dit zijn van die kwetsbare punten, hè. Ja. Oh, ze staan bij ons ook in de, op de gracht gewoon te doen wat ze vinden. Ja, maar dit is erg. Dus het lampje. Als je dan hier staat, dan sta je vol... Vol in beeld. En dan dit inderdaad, Minne. Want we zien al staan Hendrik de Keizer. Ja. Nou, dat kennen onze oplettende kijkers wel. Dat is een vereniging die koopt oude panden op. Die knapt ze op en verhuurt het weer. En zo blijft het voor de stad behouden. En ik heb gelezen dat dit het eerste pand is. En dat Hendrik de Keizer eigenlijk is ontstaan omdat zij dit ook hebben gerestaureerd. Het speelt die rol in de geschiedenis, ja. En het is een belangrijk pand. Een hele grote historie. Ja. Heeft... Alles in gezeten, herbergen, 19 gezinnen hebben hier gewoond. Fabriekje heeft erin gezeten, museum voor... Ja, museum voor farmaceutische medische... Nou goed, we hebben een foto. Apothekersmuseum. Het is heel vervallen geweest en het is prachtig opgeknapt met een prachtige poort. Ja. En het is gebouwd voor het Wijnkopersgilde in 1633. Wijnkopers die hadden samen een gilde en ze lieten boven op de poort hier Sint Urbanus afbeelden. Ja. En dat is een meneer met een snoeimes en een tros druiven. Ja. En dat was de patroonheilige voor de wijnkopers. Ja. Ja. Dus Sint Urbanus. En om het allemaal inderdaad weer naar nu te halen, daar ligt iets op de grond wat heel goed illustreert waar Marjan het net over had. Ja. Ja. En dan wordt er hier ook nog gevoetbald. En er wordt hier ook nog gevoetbald. Ja, dat is een beetje triest eigenlijk wel, vind ik dat. Ja. Zo'n plek met zoveel geschiedenis. Hoe vang je dat op? Het schuurt, zoals ze tegenwoordig voortdurend zeggen in de krant. Het schuurt. Ja. Ja. Die wijnkopersgilde, hè, dat was dus inderdaad een gilde. Dit was een straat met heel veel Joodse Amsterdammers. Hè, en Joden mochten niet lid worden van gilden. Nee, zo is het ontstaan. Hè. De handel die de Joden hadden, straathandel en andere handel, dat kwam vooral omdat ze niet in een gilde konden worden opgenomen, niet mochten worden opgenomen. Mm-hmm. En het zit hier heel dicht tegen de oorspronkelijke Jodenbuurt aan. Ja. Dus het is geen wonder dat er in deze straat inderdaad ook heel veel Joodse mensen hebben gewoond. En tot in de oorlog, want ik heb gelezen dat bijna 80 mensen uit de Koenstraat zijn gedeporteerd. Ja, en dat is, als je in zo'n klein straatje 80 mensen kwijtraakt, dan kan je je voorstellen wat dat voor klap heeft gegeven aan de buurt. Ja, verschrikkelijk. Ja. Het zat vlak bij de Nieuwmarkt, dus het was de handelsbuurt. Ja. Ja. Zullen we dan naar onze volgende bewoner gaan? Volgens mij is dat hier, als ik het me goed herinner. Oh, harde bel. Ja? Hallo Paul, hallo. Welkom in de uitzending. Dank je. Jeetje Paul. We zagen al een condoom in de straat liggen. Oh. Het is echt, Marjan zei het al, je buurvrouw, zij is ook grafisch ontwerper. Jij bent fotograaf en grafisch designer, toch? Ja, meer fotograaf de laatste tijd. Ja, ja, ja. Wat vind je van je straat? Het is een heerlijke straat. Ik woon er heel graag, ik werk hier heel graag. Het is alleen ontzettend veranderd. Ik bedoel, 30 jaar geleden had je last van de junkies en nu heb je last van de toeristen. Veel braken, poepies en dat soort dingen. Maar het blijft een leuke buurt. Ja, het is echt een leuke buurt. Ja. Wat is er veranderd in die 30 jaar? Nee, wat ik net zei, eerst de junk en nu de toeristen. Ja. Maar de huizen zijn opgeknapt. Ja. Er zijn veel betere woningen gekomen. Ik denk de Lieve de Kei en die hebben toch allemaal prachtige restauraties gedaan. Ja. Ja, ja. 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 En wat maak jij? Is het een inspirerende straat voor je foto's? Ik zie al wat liggen. Hè? Nou ja, ik gebruik dit ook als mijn studiootje en ik maak portretten en mijn eigen dingen. Foto's zoals dat, of ik werk met licht. Maar ik ben van huis uit ook grafisch vormgever en de fotografie gebruikte ik vaak als om affiches mee te maken. Maar dat is veel meer autonomer geworden. En dat, Hier zien we wat affiches, Joachim. Kijk, dit maak jij dus ook, hè, voor voorstellingen. Ja. En dan moet jij er eigenlijk voor zorgen dat mensen die affiches zien en dat ze dan heel veel zin hebben om te komen. Ja, dus het lijkt me nogal zwaar werk in die zin.
Nee, zwaar niet. Het is heel leuk om te doen. Ja? Ja, ja. Omdat ik gewoon zelf het idee verzin en fotografeer. En heel veel plezier heb met degene die ik fotografeer. Ja. En daarna maak ik er een affiche van. Ja. En ja, dat is dan weer een andere discipline dat je een gevoel voor typografie moet hebben. Maar het is leuk. Ja. Het is echt leuk. En dat is Nelly Vrijda, toch? Kun je daarover vertellen? Ja, dat is, het is eigenlijk een samenwerking tussen Nico Vrijda en mijzelf. Ik vond die negatieve, die kreeg ik van Nico Vrijda. Mm-hmm. En, dat was haar man, hè? Dat was haar man toen de tijd. En hij heeft haar jaren geleden, 53 jaar geleden, gefotografeerd om gelaatsuitdrukkingen te laten zien in een boek. Mm-hmm. Ik heb daar, daar is een kopietje ergens van. En dat vond ik een ongelooflijk leuk gegeven. En toen heb ik Nelly gevraagd of ze hier naartoe wilde komen en om diezelfde gelaatsuitdrukkingen opnieuw te doen. En die twee heb ik in elkaar gezet. En het allerleukste is dat ik verleden week, ik kende Nico Vrijda niet zo goed, ook hem gefotografeerd heeft. En hij heeft ook wat gelaatsuitdrukkingen voor me gedaan en die hangen daar. Hoe kunnen we die kijken? Ja, en wat wilde hij met die gelaatsuitdrukkingen dan vertellen? Wat was het idee daarachter? Een studie van hem. Wat zeg je, Minne? Fantastische foto's, ja. Dank je, dank je. Hij deed onderzoek naar wat gezichtsuitdrukking was voor bijvoorbeeld voor wanhoop, voor vreugde, voor alle emoties die de mens heeft. Nou, ja, dat is natuurlijk een fantastische leuke studie en als fotograaf is dat fantastisch om vast te leggen. Ja. En deze man is al heel oud en dat ik hem hier toch opnieuw heb zo ver weten te krijgen vind ik zo ongelooflijk leuk. Ga je nog exposeren dan met dit? Ik hoop het. Ik heb zes van die verschillende emoties heb ik klaar. En ik ben nu aan het onderzoeken hoe ik ze ga presenteren. En dan hoop ik ze wel te exposeren. En als je een gezichtsuitdrukking zou moeten verzinnen voor de Koestraat? Oh, een hele grote lach. Ja? Dus ondanks alle condooms op de grond en toeristen, et cetera, en troep in de straat, ja, en plassende en poepende toeristen. Ja, dat zou wel heerlijk zijn als dat ophield, maar nee, voor de rest is het leuk. Ik ga er met veel plezier naartoe. Okay. Trouwens, de twee oudere prostituees, de dames... De stiertjes, die woonden ook hier, hè? Waar een boek van is verschenen en een documentaire. Ja. Nou, die waren wel goed voor de straat, omdat zodra er gepist of gepoept werd in de straat, dan vlogen ze naar buiten en dan stonden ze met de spuiten op die junk of vervelende keer. Ja. En ja, niemand doet dat nu. Is er nog iets van prostitutie in de straat? Nee, er is een massagesalon en ik begrijp dat er wel aan het begin van de straat iets nieuw gaat komen, maar dat weet ik niet echt zeker. Nee, het is over het geval wel wat rustiger geworden. Het is verdwenen, langzaam. Ja, ja. Maar het is nu gewoon, je hebt het al honderden keren gehoord. Je gaat het nog een paar keer horen als je de straat doorgaat. Het is gewoon, mensen ruimen niks op, dat is het. Ja. Dus ik doe dat 's ochtends voor ze. Echt waar? Ja. Ga jij dan 's ochtends de straat door? Nee, meestal staan er allerlei troepjes op de trap of ernaast of in die planten. En dat pak ik dan op en dat gooi ik dan weg. Ja. Ellende. Ja. Nou ja, goed. Maar je woont heel mooi. Dankjewel. Toch? Dit is toch een geweldige studio? Ja, het is geweldig. Midden in de stad, het is hartstikke stil. Wat wil je nog meer? En een kelder eronder waar ik nog dingen kan doen. Dus het is echt fantastisch. Wat een prachtige foto. Wat is dat? Dat is een danser die ik ooit gefotografeerd heb voor het Nationaal Ballet. Voor een affiche ook. En uiteindelijk is het affiche die foto geworden die hier in de gang hangt. Maar dit was een van die opnames die ik maakte om in de sfeer te komen. Ja. En ik vond hem heel mooi, omdat het zo ongelooflijk dierlijk is. En, en daaronder ook een heel mooi portret van twee mensen. Wie zijn dat? Ja, dat is een serie die dat heet Good Old Gays. Dat zijn allerlei echtparen die al meer dan 20, 30 jaar bij elkaar zijn. En die heb ik gefotografeerd over de afgelopen 7 jaar. Dat was voor Pride Photo Award. Oh. Ja. Ik vind je foto's, ze spatten echt van het scherm, wil ik bijna zeggen. Maar ze zijn echt heel mooi. Dankjewel. Nou, dankjewel. Jij ook. Dankjewel dat we er mochten zijn. Oké. Okay. Dan gaan we weer door naar je collega, Thomas. Tenminste, je buurman is het. Dankjewel, Paul. Doeg. Oh. Ja.
Maar je kan twee kanten op met deze straat. Of je kijkt op de grond en ziet de ellende. Of je kijkt inderdaad naar de gevels, Minne. Laten we nog even naar de gevels kijken. En naar de schoonheid. Dan kijk je naar de oude rijkdom. Kijk eens aan zo'n pand of panden die daar verderop staan. Ja. Fantastische panden uit de 17e eeuw. Waarom is het Bethanie-klooster destijds gesloopt, Minne? Omdat in 1578 het bestuur overging van de katholieke elite naar de protestantse elite. En toen zijn alle kloosters door de stad genaast. Ja. Alle 19. Mm-hmm. En er waren 19 binnen de wallen van de stad. Ja. En een aantal zijn min of meer blijven bestaan. Een aantal anderen hebben publieke functies gekregen. Kijk eens maar het oude stadhuis op de Ouderzijds Voorbeval. Mm-hmm. Twee kloosters. Ja. En andere werden bijvoorbeeld tuchthuis. Dus het raadshuis op de Heilige Weg. Waar later het zwembad kwam naar de Heilige. Okay. Dat... werd gesloopt omdat ze geen functie meer hadden. Ja. Nou, laten we nog naar een paar mooie foto's kijken terwijl we naar onze volgende bewoner gaan. Ja, en daar is alweer de Nieuwmarkt, hè? Ja. Heb je de foto's, Edwin? Oké. Ja, dan kunt u zien hoe het hier vroeger was. In de Koestraat hier in Amsterdam. Volgens mij wordt er open gedaan. Ja, kom maar naar boven. Hallo Thomas. Laten we snel doorlopen. Thomas, ik zag jouw poster al hangen bij de buren. Ben je overal langs gegaan met je poster? Nee, dat is eigenlijk, dat verraad ik dan nu, maar dat is de moeder van mijn neef. Oh, dus dat is familie. Oh, jullie zijn familie. Ja, kijk, oké. Ja, ja, ja. Niet overal aan de muur. Nee, maar nou en? Ook, dat zou wel goed zijn, toch, op zich? Want dan, ja, maar in iemands gang, daar win je ook de... Nee, tenzij de tv langskomt. Want Thomas, jij, hoe lang woon jij hier al? Ik woon hier ruim 5 jaar nu. Ja. En dat is echt typisch, dat is de voordeur en we komen uit de slaapkamer. Ja, het is geen heel grote woning. Nee. Het zijn twee kamers. Maar woon je hier prettig? Ik woon hier zeer aangenaam. Ja, het is voor mij nu ruim. Het is vrij rustig, al hoorde ik net anderen anders beweren. Ja, ik zit hier heel goed. Ja. Je hebt geen last van de troep op straat, toeristen, mensen, files? Nee, want ik heb het voordeel dat ik ga heel laat naar bed doorgaans. En dan is het al wel stil. Ja, dan, ja, en 's ochtends is het hier niet. Want wat doe je dan, dat je laat naar bed gaat? Dan schrijf ik. Wat schrijf je dan? Ik schrijf fictie. Kijk eens. Ja. En wat heb je bijvoorbeeld geschreven onlangs? Ik heb onlangs, bruggetje. Bruggetje, een boek uitgebracht. met ook een verhaal dat zich min of meer in deze straat afspeelt. Nou, vertel, dan ben ik wel heel benieuwd. Maar kun je boek laten zien aan dit de camera? Mijn boek. Mijn nieuwe boek. Het heet De Derde Persoon. Dat is een verhalenbundel. Dat is fictie. Ja, ja. Je wil hem vast blijven houden. Ja, kunnen de kijkers en het eerste verhaal speelt zich af in een studentenwoning van iemand die kijkt naar een massagesalon aan de overkant van de straat. En laat dat nou toevallig ook echt hier zo zijn. Ja, het is niet zo dat ik hier steeds zit. Nee. Gelukkig niet. Nee. Maar ik vond het wel een inspirerend uitzicht. Ja. Ja, want hier buiten is inderdaad een Thaise massagesalon. Ja, ik weet niet of die goed in beeld te brengen is. Ja. Ja. En wat beschrijf je dan? Ik beschrijf eigenlijk alles wat je van achter het raam, wat je van achter het raam kan zien. Ja. En dat is heel weinig, want de ramen zijn rood en de ramen die onttrekken alle handelingen aan het zicht. Maar je ziet een klant, je ziet een medewerkster, je ziet de interactie tussen hen en dat hele spel van verleiden en verleid worden. Oh, dat heb ik beschreven. Oké. En dit is een verhalenbundel, maar dat is je derde boek, hè? Ja. En jij bent schrijver en deze week is het de week van de alfabetisering. Wat is het mooiste Amsterdamse woord? Ha. Ik vind penose, dat is nog niet genoemd, toch? Vind ik een heel mooi woord. Penose, inderdaad, dat is heel mooi. Ja. Waar komt dat vandaan, dat woord? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Weet jij het, Minne? Penose? Ik kan het zo niet onmiddellijk zeggen. Ik heb het nooit geweten, maar... Misschien weten onze kijkers het wel. En als u dus thuis het idee heeft, dat is helemaal geen mooi woord. Mail dan naar mooistewoord@at5.nl. Even nog over je boek. Want dit is al je derde boek, hè? Ja. Wat heb je gestudeerd? Nederlands. Nederlandse taal en cultuur. Ja. Vind je het niet jammer dat er geen echte schrijversopleidingen zijn of op academisch niveau? Want in Amerika en Engeland en zo heb je dat wel. Dan kun je gewoon echt ambacht leren op de universiteit van het schrijverschap. En dat is hier niet. Waarom niet? Nee, ik heb inderdaad bij mijn studie geen minuut les gehad over schrijven.
En dat begrijp ik enerzijds wel, omdat het een creatief beroep is. En sommigen hebben daarvoor nu eenmaal meer talent dan anderen. Maar het is ook iets heel ambachtelijks. Mm-hmm. En in dat opzicht vind ik het wel zonde en begrijp ik het ook niet helemaal. Nee. Vind ik, misschien kun jij daar verandering in brengen. Maar kun je leven van je boeken? Dit is je derde. Hij is net uit. Ja, ik ben net afgestudeerd. Dus ik moet dat eigenlijk nog echt testen. Maar vooralsnog gaat het goed genoeg om... Ik ga hier sowieso de komende jaren ga ik dit alleen doen. Ja? En wat geeft het jou, schrijven? Het geeft me vooral heel veel onrust als ik het niet doe. Ja? Okay. Ja, en dan word ik echt heel onrustig. En dan als ik een dag niet schrijf, dan voelt het alsof ik een dag gewoon echt heb verspild. Ja. En als ik dat een paar uur op een dag, het liefst langer dan een paar uur, maar minimaal enkele uren wel heb gedaan, dan voelt het meer in balans. Dan kom ik tot rust en kan ik het overzien. En is het dan inspirerend, dit buurtje? Nou, ik zit hier wel goed rustig, redelijk afgezonderd. Alleen, en maar ik heb met de buurtbewoners, ik hoorde net mensen in deze straat steeds spreken over we, alsof een soort gemeenschap vormen. Daar voel ik me niet direct onderdeel van. Ja. En ik heb die massagesalon wel gebruikt voor één verhaal, maar dat is wel een uitzondering. Ja. Wat vond de eigenaar ervan? Die heeft het niet gelezen. Nee, ik heb het hem wel gezegd. En die zei, zolang je me positief noemt, dan mag je mijn naam altijd gebruiken. Okay. Dat was zijn opvatting. En was het dan, is het positief? Moet hij het boek niet lezen? Het is vrij neutraal over de salon zelf. Het gaat uiteindelijk veel meer over degene die kijkt dan wat hij ziet. Ja. Zoals wel vaker, denk ik. Ja. Ja, dus het is meer een decor. Jij zei, het voelt niet echt als een buurtje. Voor mij ligt het dan ook een beetje aan jou. Heb je daar zelf niet zo heel veel behoefte aan om met je buren gezellig een zomeravond op de trappen te zitten? Dat ligt ongetwijfeld ook, aan mij. Nee, ik meng me daar niet heel erg in. En ik heb ook niet het idee dat ik me er heel erg voor afzonder. Maar er wonen ook niet heel veel mensen van mijn leeftijd. Wel best wat kinderen, maar niet heel veel twintigers of vroege dertigers. Hoe oud ben jij? Ik ben 24. Ja. Dus daar val ik een beetje buiten. En daar onttrek ik me misschien ook enigszins aan. Het hoeft van mij niet zo nodig. Waar gaat je volgende boek over? Dat wordt... dat weet ik nog niet. Ja, ik weet het wel, maar ik mag het nog niet zeggen. Oh, oké. Okay. Ook een tipje van de sluier? Nee, dat kan ik echt niet doen. Je hebt ook heel veel films, jeetje. Ik heb heel veel films, ja. Ik ben een enorme film en ik heb nog veel meer cd's. Ik ben een enorme film- en muziekliefhebber. Ja. Dat deed ik ook veel eerder dan dat ik las of schreef. Hoop je dan dat ooit een boek van je wordt verfilmd? Dat zou ik wel heel erg gaaf vinden, ja. Daar komt wel heel veel bij kijken. Wie moet hem regisseren? Heb je vast ook al over nagedacht? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dat kan ik wel even met... Ja, dan gaan we hoog inzetten. Why not? Reach for the stars, ja? Scorsese of David Lynch. Oké, tuurlijk, ja. Waarom ook niet? En nodig je ons dan uit op je première, als dat zo ver absoluut. Komt? De hele Koestraat mag komen. De hele Koestraat en wij, minder jij ook, verscholen hierachter. Nou, wij zijn er morgen weer met een nieuwe straat. Dankjewel, Minne. Dankjewel, Thomas. U bedankt voor het kijken. Dag.